Zo, voor deze 1 minuut met gaan we in gesprek met Geert Ooms. Ik zal even uitleggen, Geert, we gaan jou een aantal vragen stellen. Het zal ongeveer een minuutje duren. Je mag eigenlijk gewoon tussen 2 antwoorden eentje kiezen. Er zitten wat open vragen bij, maar dat gaat helemaal goed komen. Ik heb 1 joker beschikbaar. Mocht er een vraag zijn waarvan jij zegt, nou, daar antwoord ik liever niet op, trek je de joker en dan hoef je die niet te beantwoorden. Prima. Dat gaat goed komen. En aan het einde van het interviewtje dan stel ik eigenlijk in de gelegenheid dat je nog terug kan komen op een antwoord of nader kan toelichten. Klaar voor? Ik ga mijn best. Klaar voor, top. Pak mijn telefoon met de vragen erbij. Gaan we beginnen. Zakken of nachtfoto's? Nachtfoto's. Mono of breed? Afhankelijk van de situatie, maar ik moet er eentje kiezen. Hè? Mono. Strak of slappe lijnen? Strak. Syndicaat of kanaal? Goh, dat is een moeilijke. Syndicaat. Dieptemeter of Polaroid? Polaroid. Veel of groot? Kan je de vraag nog eens herhalen? Veel of groot? Veel en groot? Nee, groot. Sowieso groot. Ja. Alleen of met een vismaat? Alleen. Pop-up of bodemaas? Bodemaas. Graskarper of zilt? Zilt. Heel snel. Veel plezier, ja. België of Frankrijk? België. Okay. Even kijken. Instant of voeren? Voeren. Je grootste blunder? Aan de waterkant dan. Mijn grootste blunder aan de waterkant? Ja, voorbereiding. Gebrek aan voorbereiding. Oké. Seks of vissen? Eerst seks, dan vissen. Oké. Een meter snoek of een volschubspiegel? Meter snoek. Dat was hem. Is er nog een vraag waar je op terug wil komen of die je nader wil toelichten? Op terugkomen, nou, ik vind de vragen eerst en vooral heel goed. Dank je, dank je. Ik had vaak voor beide antwoorden kunnen kiezen. Soms waren ze voor de hand liggend, andere waar ik twijfelde. Vooral zaken zoals Polaroid of dieptemeter. Dieptemeter kan accurater zijn, maar het is zoveel mooier wat je door een Polaroid ziet. Het zakken of nachtfotografie, nou, dat is tegenwoordig heel erg in, zal ik maar zeggen, of dat staat onder de aandacht. Dus ik denk dat je altijd met heel gezond verstand moet omgaan voordat je een vis in een zak stopt of dat je een vis in een sling stopt. Waarmee dat ik niet wil gezegd hebben dat ik het zelf nooit zal doen, maar altijd beperkt van een minimum van de tijd. België of Frankrijk was ook een heel moeilijke vraag, omdat ik ben eigenlijk een halve Fransman. Tenminste, ik heb veel tijd in Frankrijk gespendeerd. Ik hou van vissen in Frankrijk. Maar België blijft toch net iets specialer. Dus ja. En dat is hem, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. En succes vandaag op de beurs. Dankjewel.